1970 uit tot een beroemdheid, een nationaal geweten. Werd vervolgens overladen met eerbewijzen, kreeg tenslotte zelfs de hoogste onderscheiding in ons land. En toen, jaren 80, kwam de ommekeer. Jan Bastiaans, de psychiater van het KZ-syndroom, die sinds de jaren 60 honderden getraumatiseerde oorlogsslachtoffers een laatste hoop op genezing bood door een behandeling met LSD. Een middel zo gevaarlijk dat hij het vrijwel als enige mocht toedienen. Over hem gaan de komende 30 minuten. Over opkomst en ondergang van een man voor wie de oorlog niet voorbij wou gaan. In de late jaren 50 kwamen in ons land de eerste verhalen op over Amsterdamse jongeren uit de grachtengordel, zeg maar, die op feestjes in de badkamer gingen neuzen of daar niet een medicijnkastje hing en of daar niet iets in zat waar je high van werd. De jeugdcultuur kwam op en daarmee ook de drugscultuur. Ergens in die sfeer raakte ook LSD populair. Een middel uit de psychiatrie van oudsher, maar zeer geschikt voor recreatief gebruik. Het verruimde de geest en werd al gauw het huismiddeltje uit de medicijnkast van de popcultuur. De Beatles zongen Lucy in the Sky with Diamonds, LSD verhuld. En de Zips uit Dordrecht zongen recht uit LSD. De verwoestende gevolgen van het goedje bleven niet lang uit. Bad trips, psychoses, zelfmoordgevallen. En daarom nam de Tweede Kamer al in 1966 LSD op in de opiumwet. De stof was voortaan verboden. Voor recreatief gebruik, maar ook voor de medische stand. Het middel verdween uit de psychiatrie. Met één fascinerende uitzondering. Al in de jaren 50 deed de psychiater Jan Bastiaans onderzoek naar psychosomatische kwalen onder ex-verzetstrijders en iets later ook onder kampslachtoffers. Ze leden onder depressies in alle soorten en maten. En Bastiaans vond de oorzaak daarvan bij de druk waaronder zij hadden moeten leven in de oorlog. Zij leden onder een concentratiekamp, kortweg KZ-syndroom. Om daarvan te genezen, meende Bastiaans, zouden zij hun oorlogservaringen moeten herbeleven. En daartoe nam hij zijn toevlucht tot LSD. Want LSD brak het geheugen open en nam de weerstand tegen verdrongen herinneringen weg. Een riskante therapie. Maar Bastiaans was niet de eerste de beste in zijn vak. En daarom kreeg hij in 1966 ontheffing van de opiumwet. Vrijwel als enige psychiater in ons land mocht hij LSD blijven toedienen. En daarmee werd hij tamelijk uniek alleenheerser over zijn eigen methode Bastiaans. Enkele minuten geleden hebben we 400 gamma LSD ingespoten. De vorige maand was het 300 gamma. En om wat verder te komen, nog proberen we het vandaag met 400. Over enkele minuten zal het wel zover zijn dat Ati ons er iets van kan vertellen van wat zij aan veranderingen merkt. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar ik had het gevoel, er is eindelijk iemand die snapt waar ik het over heb. En dat was eigenlijk steeds niet zo erg het geval geweest. En nu. En toen zei hij ook van, ja, jij bent duidelijk depressief. Nou begint het echt te werken. Ja, zeg het maar. Wat is die echte werking? Trillingen in mijn handen, of in mijn armen. Ja. En een benauwd gevoel. Vele van zijn patiënten die waren zo geblokkeerd, die konden zich niet uiten en zelfs niet onder hypnose, niet met pentotaal. Dus er moest meer opengebroken worden. En LSD is daar bekend om, dat breekt alles open. Kan je je nog herinneren waar je als kind zo angstig was? Ati? Weet je dat nog? Ja. Weet je nog waar het zo angstig was? Ja. Waar dan? De LSD zelf, in zijn meer acute fase, kan mensen zo in verwarring brengen met een hallucinatie dat ze bij een klapwiekend het raam uitstappen omdat ze denken dat ze kunnen vliegen of zoiets. Dat is allemaal eng en gevaarlijk. Toen wel. Nou niet meer. Ik ben zo moe, Joop. Ik ben wel 52. Ja. Ik ben wel 52. Bastiaans is
eigenlijk, nadat hij met die therapieën begonnen is, uiterst vasthoudend geweest in zijn geloof en zijn overtuiging dat LSD in zijn handen een veilige en werkzame stof was. En wat mijn departement, het staatstoezicht, maar ook anderen in de kliniek en aan de universiteit ondernomen hebben om hem te overtuigen dat dat misschien in zijn handen nog het minst gevaarlijk was, maar dat hij er toch wel mee moest ophouden, dat heeft nooit wortel geschoten, dat idee. We zijn gelijk aangekomen als medische studenten in Amsterdam. Dat was 1936. En er was een groepje studenten waarvan hij, laten we zeggen, duidelijk naar voren kwam als een hele aparte figuur. Nou, een van de dingen was dat in het najaar van 1940, en toen liepen wij dus beide ook college. De Duitse bezetting was er al, maar je liep toch gewoon college. En toen werden plotseling de Joodse hoogleraren, assistenten, personeel van de universiteit, werd allemaal op staande voet ontslagen. In de zomer van 1941 begonnen de moeilijkheden. Mij werd in de zomer van 1941 de toegang tot de Amsterdamse Universiteit ontzegd. Waarom? Omdat ik in een studentenblad geprotesteerd had tegen het gedwongen vertrek van hoogleraren en Joodse collega's. En hij heeft ook op andere wijze wel het een en ander gedaan, maar toen is hij door ziekte geveld en heeft toen niet veel meer kunnen doen. En dat heeft hem altijd wel erg dwars gezeten, denk ik. Dat hij niet meer voor het verzet heeft kunnen doen door de fysieke toestand. Wat ik pas later heb begrepen, dat de meeste van zijn vrienden, waaronder vele Joden, die zijn verdwenen, vermoord, uitgemoord, opgepakt, gesneuveld. Ondanks de bezetting maakt Jan Bastiaans zijn studie medicijnen af en specialiseert zich na de oorlog in de psychiatrie. Bastiaans' belangstelling lag in de psychotherapie in het algemeen. Hij was zelf opgeleid tot psychotherapeut, als ik me goed herinner. En hij had een grote belangstelling daarvoor. Maar hij had een hekel aan, zoals veel anderen trouwens, dat die psychotherapie is ontzettend lang duren. Want dat psychotherapie in die tijd betekende psychoanalyse eigenlijk. En voor Bastiaans, die zelf in de oorlogsjaren verzetsassociaties had, werd dat nog versterkt, die neiging om kortdurende heftige therapieën te willen hebben, omdat er zoveel van die oorlogsslachtoffers op hem afkwamen. En vooral in die latere periode, die latere gevolgen van die traumatische gebeurtenissen. Als u daar nou over spreekt, ziet u het dan weer? Ja. Wat ziet u? Hoe ze onder de galg staan. De een wachtend op de ander. Men nam niet eens de moeite ze te blinddoeken. Waarom maar Russen? En ik had met allerlei wandelganggesprekken met hem, waarin wij zeiden, je zou toch eigenlijk moeten kunnen uitvinden hoe je die psychotherapeutische zittingen zo kon samenballen, zo kon condenseren, dat iemand in een redelijke tijd, een paar maanden, al een jaar desnoods, beter gemaakt kon, waar hij efficiënter en doelmatiger kon. En toen is hij dus kortdurende therapieën gaan praktiseren. En een daarvan was een poging om met LSD wat te bereiken. Natuurlijk kwamen die stoffen door God gezonden voor die psychiatrie. Want het sloot dus uit langdurige therapieën, sessies en gedoe, en vertelt u nog eens. Nee, je kon betrekkelijk snel to the point komen. En het idee was om via herbeleving van het psychotrauma, van de schokkende gebeurtenissen, je dat te laten vertellen, je bewust te laten worden, dat je daar dan ook van af kon komen.
Ik heb nooit anders gegeten dan ik als menswaardig was te eten. Ik heb geen lijken gegeten. Geen lijken gegeten? Maar u weet dat het gebeurde? Ja, maar ik had liever zelf dood gegaan. Dat maar. Nee, geen idee wat het is. Zover krijgen ze ons niet. Dat we hebben elkaar ontvreed. Prikkeldraad. Prikkeldraad. Spanning. Ik zie het Hij was voor die tijd al erg ziek. Hij was erg, hij wilde nergens meer heen. Hij zat in zijn stoel. Moest altijd iemand bij hem zijn. Als ik een boodschap ging, die moesten de kinderen thuis zijn. Anders kon de deur niet uit. En alles wat maar even ergens mee vergeleken kon worden, werd over het kamp. Het was de hele dag hetzelfde. Niet een slagerswinkel, dat was Bergen-Belsen. En iemand in een witte jas, dat was weer een andere dokter of wat ook. Hij was daar bang van. En toen kwam hij bij Bastiaans en die wist waarschijnlijk meteen de goede noot te vinden. En zaterdags erop is iemand hem komen halen. En toen zijn ze in die buitenbarakken gegaan. En daar zijn ze begonnen met die opname van die film. U wordt kotsmisselijk van. Wat ziet u dan? Alles wat ik niet moet zien. De film waaruit u deze laatste beelden zag, begrijp je nu waarom ik huil uit 69, betekende een doorbraak in onze beeldvorming van de oorlog. Tot in de jaren 60 was dat beeld bepaald door verraders en helden. Mensen die gekozen hadden, niet door slachtoffers. In de loop van dat decennium veranderde dat langzaamaan, maar pas met deze film werd echt zichtbaar in wat voor een hel veel van die slachtoffers leefden en dus waarom zij huilden. Daarmee kreeg ook Bastiaan zijn doorbraak. Hij liet pijnlijk zien dat er in ons land geen enkele traditie was in omgang met oorlogsslachtoffers. Misschien wel simpelweg omdat er niet zoveel traditie is in het oorlog voeren. Andere landen hadden opvang, lintjes, monumenten en waar bleven wij? Er kwam een kamerdebat, er werd een giro-nummer opengesteld en in een mum van tijd kon prins Bernhard langskomen om de eerste paal te slaan van Centrum 4045, speciaal voor oorlogsgetroffenen. Het instituut was ontworpen naar de wensen van Bastiaans en hij zou er ongetwijfeld ook de leiding over krijgen, want wie anders? Maar de weerstand tegen zijn werk en eerlijk gezegd ook tegen zijn persoon namen onder vakgenoten toe in die jaren. Hij vocht bittere fetes uit en dolf in dit geval het onderspit. Toen Centrum 4045 opende in 1973 bleef hij langs de kant staan. En de gevolgen waren ingrijpend. Bastiaans trok zich terug in een dépendance van zijn eigen oude instituut, de Jelgersmaakkliniek. Een afgesloten kleine eigen wereld. En daar groeide hij voor zijn cliënten uit tot een verafgode figuur. De enige man op deze wereld die zich werkelijk om hen bekommerde. Een eenzame strijder tegen autoriteiten die hem de voet probeerden dwars te zetten. En de parallel is niet te missen. Bastiaans ging midden jaren 70 in het verzet. Pa was verslaafd. Aan? Aan zijn werk en aan zijn patiënten. Apropos, hij noemde zijn patiënten niet patiënten, maar mijn mensen. En nu ik weg was? Ja, moest je er ook weer bij zijn, pa was. Moest ik ook alles maar omgezet in u. En toen kon je ook lekker even op een plekje zitten. Ja, lekker. Dat was toch even leuk? Kathedra. Dan was je ook een autoriteitje, hè? Was je ook een autoriteitje? Nou, ga maar op, Abbas. Zullen we daar een bandje van maken? Ga maar op. Zullen we daar een bandje van maken? Ja? Wat betekende hij voor die patiënten? Alles. Hij betekende echt ontzettend veel. Daar maakte me ook wel eens wat bezorgd over, dat hij de patiënten wel heel erg afhankelijk van hem maakte. We dachten vaak van, oh, als hem ooit eens wat overkomt, dan is het voor sommige mensen is dat een ongelooflijk trauma. Want hij was gewoon het allerbelangrijkste voor hem. Daar verwachten ze alles van. In de sessies noemde ik hem soms ook pa Bas. Ja. Wilde hij dat ook? Ja, dat wilde hij wel.
niet alleen dokters en psychiaters, ook geestelijke leiders. Komt veel voor dat geestelijke leiders mensen van zich afhankelijk maken door het charisma. En ik denk wel eens dat ik heb kunnen gadeslaan dat dat bij Bastiaans gebeurd is. Dat er patiënten van hem afhankelijk werden, ook van zijn therapie afhankelijk werden, omdat hij zelf niet in staat was die behandeling, die begeleiding te beëindigen. Wat waren de patiënten voor hem? Ja. Ik denk dat het hem ook... Ik denk dat de patiënten voor hem ook echt mensen waren met wie hij erg bewogen was en erg begaan was. Tegelijk streelde dat natuurlijk ook wel zijn ego, dat hij zo belangrijk was voor de patiënten. Ja, dat denk ik toch wel. Het waren zijn vrienden en daar wilde hij alles voor doen, meer dan eigenlijk verwacht werd. En daar ging hij voor door het vuur, dwars door alles heen. Want dat is een club geworden. Ja, dat is meer als je familie, hè? Je wil daarbij zijn. Je wil bij hun zijn. Ik weet niet waarom. Was Bastiaans een van jullie? Ja. Bastiaans begreep het. Niet? Dat zijn van die dingen, je weet het of je weet het niet. En je weet ook, als iemand naar je toe komt en die zegt een paar woorden, weet jij al meteen, oh ja, jij ook weet het ook, niet? Als je naar Bastiaans kijkt en hoe zijn praktijk was opgebouwd, dan moet je haast concluderen dat de oorlog, 40-45, nooit voor hem is afgelopen. Dat in die praktijk eigenlijk altijd heeft voortgeduurd. Bij pa in de spreekkamer staan allerlei beeldjes met prikkeldraad en foto's van prikkeldraad. En hij heeft het dan altijd gehad over ons storen van contact. En waarschijnlijk heeft hij, mede door wat hij in de oorlog heeft meegemaakt, het prikkeldraad om zich heen geplaatst. Dus het was een man met een schil waar moeilijk doorheen te boren was en een hele zachte kern eigenlijk. En als ik zei, ik zie nou dat beeld van dat prikkeldraadachtig gedoe wat op de vensterbank staat. Een SS-soldaat die helpt een jongetje te ontvluchten door het prikkeldraad. Ik weet niet of hij het jongetje was of de SS-soldaat, de goede SS-soldaat. Nogmaals, hij heeft alle rollen gespeeld in zijn LSD-sessies, maar dat was hij. Prikkeldraad. Prikkeldraad. Voor iedereen, behalve voor zijn eigen mensen. En dat wekte in de jaren 80 toenemende wrevel. Want de buitenwereld had eigenlijk geen flauw idee wat er nou gebeurde in die dependance van Bastiaans. Wat waren de resultaten? Hoe effectief was die LSD? De inspectie voor de volksgezondheid begon voorzichtig druk uit te oefenen. Toen Bastiaans in 66 een ontheffing van de opiumwet had gekregen om LSD te mogen blijven gebruiken, had hij moeten beloven dat hij van zijn werk verslag zou leggen. Niet meer dan een standaardafspraak. Dus zou hij nu zo goed willen zijn om die verslagen te overleggen. Zo ontdekte de inspectie dat er van verslagen nooit zoveel terechtgekomen was. Bastiaans bleek geen man voor papier. Van de honderden cliënten die hij in de loop der jaren behandeld had, bleken niet meer dan 9 gevallen op papier te staan. Wat natuurlijk toch een beetje pijnlijk was, want de man was hoogleraar, de man was een wetenschapper. Ineens ging de glans een beetje af van de methode Bastiaans. En na die eerste tegenslag volgden er meer. Ik kreeg klachten over Bastiaans en dan ben ik gaan praten met hem hoe dat zat. En gaan onderzoeken hoe dat zat. Dus wat voor klachten kreeg u? Klachten van, eerst van, vooral van patiënten die door hem behandeld werden en waar het bijna verkeerd mee was afgelopen. En er dreigden gevaren. Ze waren al een paar keer mensen met verstikkingsgevaar naar een ziekenhuis gekart met grote snelheid. Er waren mensen met
hart- en vaatziekten die het er niet zo best afbrachten. Zo iemand die behandeld is met LSD gaat naar huis. En het is nu juist een gevreesde bijwerking van LSD dat in een later stadium die psychose terugkeert. En dan is er geen begeleiding, dan is er niemand in de buurt. Gevaarlijk dus. Zijn er ongelukken gebeurd? Met LSD? Nou en of. Nou, dan begaf ik mij daarheen. Dus nou, dat was in dit geval meestal naar de dépendance. Dat bijgebouw van de Jelgersmakliniek, waarin die zich had teruggetrokken. En daar vond dan het gesprek plaats. Er zat de hoogleraar in zijn stoel. Die je dan onwillekeurig de hoogleraarstoel gaat noemen. En ik zat dan ook in een stoeltje. En dan wisselden wij van gedachten. En dan probeerde ik hem uit te leggen dat het afgelopen moest zijn. Daar kwam het meestal op neer. Tenminste, dat het afgelopen moest zijn met de toepassing van LSD. En wat zei hij dan? Nou, hij keek me altijd wat meewarig aan. Zo in de geest van, ja, dat zegt die jongen nou wel. Maar wie is die jongen eigenlijk? En wie is die man eigenlijk om mij, Bastiaans, de les te lezen? Dat was een beetje de attitude. Maar het kan ook zijn dat ik dat eigenlijk ook dacht en dat ik het als zodanig heb opgevangen. Er waren alternatieve mogelijkheden. Er was voldoende deskundigheid in de gewone psychiatrie om patiënten te behandelen. Alleen, het was niet de methode Bastiaans. En ik voorzag dat het zo moest worden, dat er iets krachtdadigs gedaan zou moeten worden om hem tot andere gedachten te brengen. En dat heeft de staatssecretaris met de vaste Kamercommissie besproken, omdat hij wel wist dat als je deze redder van mensen uit de oorlog en die een toevlucht tot hem zochten en die in de hoogste kringen van het land zo'n steun ondervond, als je die plotseling ging platleggen, dat dat een enorme commotie zou geven die misschien zelfs verregaande gevolgen zou kunnen hebben voor het departement, voor de staatssecretaris, voor de regering, voor wie dan ook. En als hij zich in het nauw gebracht voelde, dan kon hij ook best zeggen en onder woorden brengen van, denk erom, achter mij staan toch wel hele groepen mensen uit de illegaliteit of uit de politiek die voor mij in het geweer willen komen als ik dat vraag. Dus daarmee druk uitoefenen of chanteren, zo je wilt, dat was hem niet vreemd. Dat kon hij ook. Maar het was geen loze bedreiging. Je wist dat dat zo was. Je moet weer niet vergeten dat die staatssecretaris en die ministers allemaal mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt, in die tijd althans. En die begrepen hoe erg het was met die mensen. Die wouden niet de geschiedenis ingaan als degene die de verzetsslachtoffers nog eens een keer gefrustreerd zou hebben en nog eens een keer beschadigd zou hebben. Ja, zij waren zo op hem gesteld, omdat zij in hem hun vriend, hun grote vriend zagen. En hij in de wandeling ook vaak papa Bas genoemd werd. Dat zij gaven al hun vertrouwen aan hem, omdat ze wisten dat hij altijd voor hen klaar stond. En verzet en slachtoffers en illegaliteit hadden zelf ook verbindingen met de politiek en met het hof. Met name met de prins. Prins Bernhard, die veel vrienden had uiteraard in de illegaliteit. Dus dat was voor professor Bastiaans ook belangrijk? Natuurlijk was dat belangrijk. Als je dus bescherming zoekt in of coalities of bondgenoten in een gevecht, dan is dat belangrijk om met die bondgenoten te kunnen schermen. U mocht ervan uitgaan dat ik deze zaak niet op licht. De lobby van Bastiaans wint het pleit. Staatssecretaris Van der Rijden staat hem alleen toe met de LSD-methode door te gaan. Wel moet hij nu onderzoek doen naar de resultaten van zijn behandelingen. En het departement stelt nog andere voorwaarden. Hij mag dat voor zijn oude patiënten en voor de nieuwe patiënten waarvoor hij een wachtlijst heeft. Wij vinden dat daar een verwachting is gewekt dat ze behandeld zullen worden. Dan gaat het natuurlijk wel om oorlogs- en geweldslachtoffers.
Hij wilde de mogelijkheid openlaten dat die emotionele kant wel degelijk een werkelijke kant was in de samenleving die gerespecteerd moest worden. En dat was eigenlijk, voor zover ik mij de zaken goed herinner, zijn echte grond om te wijken. En niet om dat het mogelijk de politieke kop zou kosten, want dat kon hem nog niet zo verschrikkelijk veel schelen. Ondanks het advies van de Gezondheidsraad herneemt professor Bastiaan zijn praktijk. Zijn geloof in LSD is onverminderd en hij behandelt zijn patiënten in de dépendance volgens zijn eigen methode. In 1988 ontvangt Bastiaans de hoogste onderscheiding die Nederland kent, commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Na zijn afscheid als hoogleraar aan de Leidse Universiteit en directeur van de Jelgersma-kliniek moet hij ook de dépendance verlaten. Toch gaat Bastiaans door met werken. Hij geeft zijn behandelingen nu thuis en in een hotel tegenover zijn oude werkplek op een steenworp afstand van de Jelgersma-kliniek. Ik heb het gevoel dat het voor Pa ook een soort van spel was, erop of eronder. Hij moest dus altijd overwinnen. En dat deed hij waarschijnlijk ook. Dus jezelf bewijzen dat je er tegen kon. In 1994, hij is dan 77 jaar oud, wordt Bastiaans gevraagd mee te werken aan een experiment met de geestverruimende druk ibogaïne. Bastiaans leidt de ibogaïne-sessie met twee heroïneverslaafden in Hotel Het Witte Huis. Diezelfde nacht sterft één van hen, nadat Bastiaans naar huis is gegaan. De inspectie verwijt hem nalatigheid en Bastiaans moet zich verantwoorden voor de medische tuchtraad. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Ik ben bang dat hij uiteindelijk een heel menselijk ding heeft gehad, dat hij nou verblind is geweest door zijn eigen succes en vooral door de enorme bewondering die zijn pupillen voor hem hadden, zijn cliënten noemt men dat tegenwoordig. En dat is misgelopen. Een soort Macbeth-toestand. Dat Bastiaans zo begeesterd was door het proberen naar buiten te brengen van die traumatische inhouden. Ik kan niet zeggen dat ik dat weet, want ik heb natuurlijk Bastiaans nooit in dat soort analytische gesprekken meegemaakt. Maar ik vermoed, dat dat toch te maken zou moeten hebben met zijn eigen oorlogsverleden en met zijn gevoelen over uit die oorlog gekomen te zijn als en waarom andere mensen niet datzelfde geluk hebben gehad als hij. Dat er toch iets van een schuldgevoel. Maar dat is, daar is geen enkele wetenschappelijke grond voor. Dat is hinein interpreteren. Misschien zijn er dingen niet gebeurd die gaan gaan laten gebeuren. We hadden allemaal Hitler wel willen doodschieten. Waarschijnlijk is Pa zo getraumatiseerd, niet alleen door het verdwijnen van zijn vrienden, ook door het feit dat hij niets voldoende heeft kunnen doen actief in het verzet. Ik heb ook het gevoel dat vader een soort van survivor's guilt had. Dat heeft hij altijd in zijn colleges benadrukt, dat 92% van de camp survivors die hadden last van survivor's guilt. Ik wil er graag bij aan toevoegen dat het niet alleen de camp survivors zijn, maar ook mensen die in leven gebleven zijn die niet in de kampen zijn geweest. En dat had hij beslist. En ik heb ook het gevoel dat Pa zich kapot heeft gewerkt om of het niet te voelen of om daaroverheen te komen. Waarmee de echte vragen over Bastiaans natuurlijk pas beginnen. Want survivor guilt, het schuldgevoel van de overlever tegenover anderen die niet overleefden, dat kan zijn. Maar waarom was dat schuldgevoel bij hem zoveel verscheurender dan bij de meeste mensen? Waarom was het zo sterk dat hij daar zelfs zijn leven op moest inrichten?
Wat maakt die naoorlogse verzetshouding van hem toch zo bezeten? En dan is er natuurlijk de echte hamvraag. Hoe te oordelen over het resultaat van die houding? Hoe goed of fout is de methode Bastiaans? Hoe weeg je de ongelukken die hij maakte met die LSD-experimenten af tegen het geluk van de mensen die hem als een redder zagen? Al die vragen gaan weer onbeantwoord door uw hoofd laten zingen. Want onze tijd zit erop. Wij knijpen er tussenuit. Maar een begin van een antwoord vindt u mogelijk in het dossier op onze website www.anderetijden.nl, waar u zoals altijd ook weer op deze uitzending kunt reageren. Ik blijf het zeggen. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze. En de gevolgen waren ingrijpend. Bastiaans trok zich terug in een dépendance van zijn eigen oude instituut, de Jelgersmaakkliniek. Een afgesloten kleine eigen wereld. En daar groeide hij voor zijn cliënten uit tot een verafgode figuur. De enige man op deze wereld die zich werkelijk om hen bekommerde. Een eenzame strijder tegen autoriteiten die hem de voet probeerden dwars te zetten. En de parallel is niet te missen. Bastiaans ging midden jaren 70 in het verzet. Pa was verslaafd. Aan? Aan zijn werk en aan zijn patiënten. Apropos, hij noemde zijn patiënten niet patiënten, maar mijn mensen. En nu ik weg was? Ja, moest je er ook weer bij zijn, pa was. Moest ik ook weer bij? Alles maar omgezet in u. En toen kon je ook lekker even op een plekje zitten. Ja, lekker. Dat was toch even leuk? Even kathedra. Dan was je ook een autoriteitje, hè? Was je ook een autoriteit? Nou, hou maar op, Abbas. Zullen we daar een bandje van maken? Hou maar op. Zullen we daar een bandje van maken? Ja? Wat betekende hij voor die patiënten? Alles. Hij betekende echt ontzettend veel. Daar maakte me ook wel eens wat bezorgd over, dat hij de patiënten wel heel erg afhankelijk van hem maakte. We dachten vaak van, oh, als hem ooit eens wat overkomt, Dan is het voor sommige mensen is dat een ongelooflijk trauma. Want hij was gewoon het allerbelangrijkste voor hem. Daar verwachten ze alles van. In de sessies noemde ik hem soms ook pa Bas. Ja. Wilde hij dat ook? Ja. Ja, dat wilde hij wel. Ja. Niet alleen dokters en psychiaters, ook geestelijk leiders. Komt veel voor dat geestelijk leiders mensen van zich afhankelijk maken door het charisma. En ik denk wel eens dat ik heb kunnen gadeslaan dat dat bij Bastiaans gebeurd is. Dat er patiënten van hem afhankelijk werden, ook van zijn therapie afhankelijk werden, omdat hij zelf niet in staat was die behandeling, die begeleiding te beëindigen. Wat waren de patiënten voor hem? Ja. Ik denk dat het hem ook. Ik denk dat de patiënten voor hem ook echt mensen waren met wie hij erg bewogen was en erg begaan was. Tegelijk streelde dat natuurlijk ook wel zijn ego, dat hij zo belangrijk was voor de patiënten. Ja, dat denk ik toch wel. Het waren zijn vrienden. En daar wilde hij alles voor doen, meer dan eigenlijk. De inspectie voor de volksgezondheid begon voorzichtig druk uit te oefenen. Toen Bastiaans in 1966 een ontheffing van de opiumwet had gekregen om LSD te mogen blijven gebruiken, had hij moeten beloven dat hij van zijn werk verslag zou leggen. Niet meer dan een standaardafspraak. Dus zou hij nu zo goed willen zijn om die verslagen te overleggen. Zo ontdekte de inspectie dat er van verslagen nooit zoveel terechtgekomen was. Bastiaans bleek geen man voor papier. Van de honderden cliënten die hij in de loop der jaren behandeld had, bleken niet meer dan 9 gevallen op papier te staan. Wat natuurlijk toch een beetje pijnlijk was, want de man was hoogleraar, de man was een wetenschapper. Ineens ging de glans een beetje af van de methode Bastiaans.
En na die eerste tegenslag volgden er meer. Ik kreeg klachten over Bastiaans en dan ben ik gaan praten met hem hoe dat zat. En gaan onderzoeken hoe dat zat. Dus wat voor klachten kreeg u? Klachten van, eerst van, vooral van patiënten die door hem behandeld werden en waar het bijna verkeerd mee was afgelopen. En er dreigden gevaren. Ze waren al een paar keer mensen met verstikkingsgevaar naar een ziekenhuis gekart met grote snelheid. Er waren mensen met hart- en vaatziekten die het er niet zo best afbrachten. Zo iemand die behandeld is met LSD gaat naar huis. En het is nu juist een gevreesde bijwerking van LSD dat in een later stadium die psychose terugkeert. En dan is er geen begeleiding, dan is er niemand in de buurt. Gevaarlijk dus. Zijn er ongelukken gebeurd? Met LSD? Nou en of. Nou, dan begaf ik mij daarheen. Dus nou, dat was in dit geval meestal naar de dependance. Dat bijgebouw van de Jelgersmakliniek, waarin die zich had teruggetrokken. En daar vond dan het gesprek plaats. Er zat de hoogleraar in zijn stoel, die je dan onwillekeurig de hoogleraarstoel gaat noemen. En ik zat dan ook in een stoeltje. En dan wisselden wij van gedachten. En dan probeerde ik hem uit te leggen dat het afgelopen moest zijn. Daar kwam het meestal op neer. Tenminste, dat het afgelopen moest zijn met de toepassing van LSD. En wat zei hij dan? Nou, hij keek me altijd wat meewarig aan. Zo in de geest van, ja, dat zegt die jongen nou wel. Maar wie is die jongen eigenlijk? En wie is die man eigenlijk om mij, Bastiaans, de les te lezen? Dat was een beetje de attitude. Maar het kan ook zijn dat ik dat eigenlijk ook dacht en dat ik het als zodanig heb opgevangen. Er waren alternatieve mogelijkheden. Er was voldoende deskundigheid in de gewone psychiatrie. Want het sloot dus uit langdurige therapieën, sessies en gedoe. En vertelt u nog eens. En, nee, je kon betrekkelijk snel to the point komen. En het idee was om via herbeleving van het psychotrauma, van de schokkende gebeurtenissen, je dat te laten vertellen, je bewust te laten worden, dat je daar dan ook van af kon komen. Ik heb nooit anders gegeten dan ik als menswaardig was. Ik heb geen lekker gegeten. Geen lekker gegeten? Maar u weet dat het gebeurt. Ja, maar ik had liever zelf dood gegaan. Dat maar. Nee, geen carnivalisme. Zover krijgen ze ons niet. Dat we hebben elkaar opvreed. Prikkeldraad. Hij was voor die tijd al erg ziek. Hij was erg, hij wilde nergens meer heen. Hij zat in zijn stoel. Moest altijd iemand bij hem zijn. Als ik een boodschap ging, moesten de kinderen thuis zijn. Anders kon ik de deur niet uit. En alles wat maar even ergens mee vergeleken kon worden, werd over het kamp. Het was de hele dag hetzelfde. Niet een slagerswinkel, dat was Bergen-Belsen. En iemand in een witte jas, dat was weer een andere dokter of wat ook. Hij was daar bang van. En toen kwam hij bij Bastiaans. En die wist waarschijnlijk meteen de goede noot te vinden. En zaterdags erop is iemand hem komen halen. En toen zijn ze in die buitenbarakken gegaan. En daar zijn ze begonnen met die opname van die film. Jezus Christus. Het is al werk. Ik heb ook kotsmisselijk van. U wordt kotsmisselijk van. Wat ziet u dan? Alles wat ik niet moet zien. De film waaruit u deze laatste beelden zag, begrijp je nu waarom ik huil uit 69, betekende een doorbraak in onze beeldvorming van de oorlog. Tot in de jaren 60 was dat beeld bepaald door verraders en helden,
Mensen die gekozen hadden, niet door slachtoffers. In de loop van dat decennium veranderde dat langzaamaan, maar pas met deze film werd echt zichtbaar in wat voor een hel veel van die slachtoffers leefden en dus waarom ze huilden. Daarmee kreeg ook Bastiaan zijn doorbraak. Hij liet pijnlijk zien dat er in ons land geen enkele... Toch gaat Bastiaans door met werken. Hij geeft zijn behandelingen nu thuis en in een hotel tegenover zijn oude werkplek, op een steenworp afstand van de Jelgersma kliniek. Ik heb het gevoel dat het voor pa ook een soort van spel was, erop of eronder. Hij moest dus altijd overwinnen en dat deed hij waarschijnlijk ook. Dus jezelf bewijzen dat je er tegen kon. In 1994, hij is dan 77 jaar oud, wordt Bastiaans gevraagd mee te werken aan een experiment met de geestverruimende druk ibogaïne. Bastiaans leidt de ibogaïne-sessie met twee heroïneverslaafden in Hotel Het Witte Huis. Diezelfde nacht sterft één van hen nadat Bastiaans naar huis is gegaan. De inspectie verwijt hem nalatigheid en Bastiaans moet zich verantwoorden voor de medische tuchtraad. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Ik ben bang dat hij uiteindelijk een heel menselijk ding heeft gehad. Dat hij nou verblind is geweest door zijn eigen succes en vooral door de enorme bewondering die zijn pupillen voor hem hadden. Zijn cliënten noemt men dat tegenwoordig. En daar is hij, dat is misgelopen. Een soort Macbeth-toestand. Dat Bastiaans zo begeesterd was door het proberen naar buiten te brengen van die traumatische inhouden. Ik kan niet zeggen dat ik dat weet, want ik heb natuurlijk Bastiaans nooit op de... in dat soort analytische gesprekken meegemaakt. Maar ik vermoed... Ik vermoed dat dat toch te maken zou moeten hebben met zijn eigen oorlogsverleden en met zijn gevoelen over uit die oorlog gekomen te zijn. En waarom andere mensen niet datzelfde geluk hebben gehad als hij. Dat er toch iets van een schuldgevoel. Maar dat is... Daar is geen enkele wetenschappelijke grond voor. Dat is hinein interpreteren. Misschien zijn er dingen niet gebeurd die gaan gaan laten gebeuren. We hadden allemaal Hitler wel willen doodschieten. Waarschijnlijk is pa zo getraumatiseerd. Niet alleen door het verdwijnen van zijn vrienden. Ook door het feit dat hij niet voldoende heeft kunnen doen actief in het verzet. Ik heb ook het gevoel dat vader een soort van survivor's guilt had. Dat heeft hij altijd in zijn colleges benaderd. Dat Bastiaans zo begeesterd was door het proberen naar buiten te brengen van die traumatische inhouden. Ik kan niet zeggen dat ik dat weet, want ik heb natuurlijk Bastiaans nooit op de... in dat soort analytische gesprekken meegemaakt, maar ik vermoed... Ik vermoed dat dat toch te maken zou moeten hebben met zijn eigen oorlogsverleden en met zijn gevoelen over uit die oorlog gekomen te zijn. En waarom andere mensen niet datzelfde geluk hebben gehad als hij. Dat er toch iets van een schuldgevoel. Maar dat is, daar is geen enkele wetenschappelijke grond voor. Dat is hinein interpreteren. Misschien zijn er dingen niet gebeurd die gaan laten gebeuren. We hadden allemaal Hitler wel willen doodschieten. Waarschijnlijk is pa zo getraumatiseerd, niet alleen door het verdwijnen van zijn vrienden, ook door het feit dat hij niet voldoende heeft kunnen doen actief in het verzet. Ik heb ook het gevoel dat vader een soort van survivor's guilt had. Dat heeft hij altijd in zijn colleges benadrukt, dat 92% van de camp survivors die hadden last van survivor's guilt. Ik wil er graag bij aan toevoegen dat het niet alleen de camp survivors zijn, maar ook mensen die in leven gebleven zijn, die niet in de kampen zijn geweest. En dat had hij beslist. En ik heb ook het gevoel dat pa zich kapot heeft gewerkt
om of het niet te voelen of om daar overheen te komen. Waarmee de echte vragen over Bastiaans natuurlijk pas beginnen. Want survivor guilt, het schuldgevoel van de overlever tegenover anderen die niet overleefden, dat kan zijn. Maar waarom was dat schuldgevoel bij hem zoveel verscheurender dan bij de meeste mensen? Waarom was het zo sterk dat hij daar zelfs zijn leven op moest inrichten? Wat maakt die naoorlogse verzetshouding van hem toch zo bezeten? En dan is er natuurlijk de echte hamvraag. Hoe te oordelen over het resultaat van die houding? Hoe goed of fout is de methode Bastiaans? Hoe weeg je de ongelukken die hij maakte met die LSD-experimenten af tegen het geluk van de mensen die hem als een redder zagen? Al die vragen gaan weer onbeantwoord door uw hoofd laten zingen. Want onze tijd zit erop. Wij knijpen ertussenuit. Maar een begin van een antwoord vindt u mogelijk in het dossier op onze website www.anderetijden.nl, waar u zoals altijd ook weer op deze uitzending kunt reageren. Ik blijf het zeggen. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze. Nog herinneren waar je als kind zo angstig was? Ati? Weet je dat nog? Ja. Weet je nog waar het zo angstig was? Ja. Waar dan? De LSD zelf is een meer acute fase. Kan mensen zo in verwarring brengen met een hallucinatie dat ze bij een klapwiekend het raam uitstappen omdat ze denken dat ze kunnen vliegen of zoiets. Dat is allemaal eng en gevaarlijk. Toen wel. Nou niet meer. Ik ben zo moe, Joop. Ik ben wel 52. Ja. Ik ben wel 52. Bastiaans is eigenlijk, nadat hij met die therapieën begonnen is, uiterst vasthoudend geweest in zijn geloof en zijn overtuiging dat LSD in zijn handen een veilige en werkzame stof was. En wat mijn departement, het staatstoezicht, maar ook anderen in de kliniek en aan de universiteit ondernomen hebben om hem te overtuigen dat misschien in zijn handen nog het minst gevaarlijk was, maar dat hij er toch wel mee moest ophouden, dat heeft nooit wortel geschoten, dat idee. We zijn gelijk aangekomen als medische studenten in Amsterdam, dat was 1936. En er was een groepje studenten waarvan hij, laten we zeggen, duidelijk naar voren kwam als een hele aparte figuur. Nou, een van de dingen was dat in het najaar van 1940, en toen liepen wij dus beide ook college, de Duitse bezetting was er al, maar je liep toch gewoon college. En toen werden plotseling de Joodse hoogleraren, assistenten, personeel van de universiteit, werd allemaal op staande voet ontslagen. In de zomer van 1941 begonnen de moeilijkheden. Mij werd in de zomer van 1941 de toegang tot de Amsterdamse universiteit ontzegd. Waarom? Omdat ik in een studentenblad geprotesteerd had tegen het gedwongen vertrek van hoogleraren en Joodse collega's. En hij heeft ook op andere wijze wel het een en ander gedaan, maar toen is hij door ziekte geveld en heeft toen niet veel meer kunnen doen. En dat heeft hem altijd wel erg dwars gezeten, denk ik. Dat hij niet meer voor het verzet heeft kunnen doen. Wel erg dwars gezeten, denk ik. Dat hij niet meer voor het verzet heeft kunnen doen door de fysieke toestand. Wat ik pas later heb begrepen, dat de meeste van zijn vrienden, waaronder vele Joden, die zijn verdwenen, vermoord, uitgemoord, opgepakt, gesneuveld. Ondanks de bezetting maakt Jan Bastiaans zijn studie medicijnen af en specialiseert zich na de oorlog in de psychiatrie. Bastiaans' belangstelling, die lag in de
psychotherapie in het algemeen. Hij was zelf opgeleid tot psychotherapeut, als ik me goed herinner. En hij had een grote belangstelling daarvoor. Maar hij had een hekel aan, zoals veel anderen trouwens, dat die psychotherapie is ontzettend lang duren. Want dat psychotherapie in die tijd betekende psychoanalyse eigenlijk. En voor Bastiaan, die zelf in de oorlogsjaren verzetsassociaties had, werd dat nog versterkt, die neiging om kortdurende heftige therapieën te willen hebben, omdat er zoveel van die oorlogsslachtoffers op hem afkwamen. En vooral in die latere periode, die latere gevolgen van die traumatische gebeurtenissen. Als u daar nou over spreekt, ziet u het dan weer? Ja. Wat ziet u? Hoe ze onder de galg staan. De een wachtend op de ander. Men nam niet eens de moeite ze te blinddoeken. Waarom maar Russen? En ik had met allerlei wandelganggesprekken met hem, waarin wij zeiden, je zou toch eigenlijk moeten kunnen uitvinden hoe je die psychotherapeutische zittingen zo kon samenballen, zo kon condenseren, dat iemand in een redelijke tijd, een paar maanden, al een jaar dus, beter gemaakt kon, waar hij efficiënter en doelmatiger kon. En toen is hij dus kortdurende therapieën gaan praktiseren. En een daarvan was een poging om met LSD wat te bereiken. Natuurlijk kwamen die stoffen door God gezonden voor die psychiatrie. Want het sloot dus uit langdurige therapieën, sessies en gedoe, en vertelt u nog eens. En nee, je kon betrekkelijk snel to the point komen. En het idee was om via herbeleving van het psychotrauma, van de schokkende gebeurtenissen, je dat te laten vertellen, je bewust te laten worden, dat je daar dan ook van af kon komen.